Maar de vraag is of we ook sikke tricks eraf kunnen doen als we erin springen. Dus een flipfus, dubbel side, dubbel front, noem maar op. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik ben Mees. Ik ben Rutger. Vandaag zijn we in Mixel en hebben hier een hele grote bal bij ons. Die is 1,80 meter en we gaan ze even opblazen. Dat duurt wel eventjes. Dat duurt sowieso eventjes. En die gaan we opblazen en dan gaan we hem ergens proberen in te graven, zodat we er flips vanaf kunnen. We zijn natuurlijk samen met Lars, die staat achter de camera. Hé, hey, ja, zie je nu al gewoon. Nice. Maar we gaan beginnen. Oh, wacht eventjes. Ik moet even de zijkant, Rutger, want ik zie hier op het randje van de 1,5 meter en we willen ons daar graag aanhouden vandaag. Aha, wat wil je zeggen, Mees? Dat we hem nu gaan opblazen. Dat is de bedoeling. Oké, we gaan even pomp pakken, jongens, kom. Dit is niet zomaar een bal. Dit is een hele. Hele grote bal. Ja, oh, dit is hey, dit zo bizar goed opgerold, jongen. Wat ruikt wel lekker, hoor. Ja, ruikt lekker. Ruikt lekker, ruikt naar China. Hé, okay. Jongen, moet dat nou? Zijn aan het opnemen, hè? Je leert ook nooit. Goed. Ja, het dopje moet eruit. Mees, succes. Ga dan aan de kant en ga ik het doen. Hé, hey, jongens, ik ga anders aan de kant. Dan pak ik, dan doe ik Mr. Sissel het. Hé, hey, dat is perfect. Hier, dat is de Sissel. Die moet je. Sissel. Oh, wacht, doe maar niet. Straks, ja. Nee, straks steken die bal ik. Nee, ja. Oké, okay, ja, hij is eruit. Ja. Oh, ik kan hem ook wel opblazen. Let op. Mees, ben je nou zo'n oelewapper? Kan niet, Lars. Het kan wel, Mees. Oh, deze kan. Mees, hou die camera vast. Hier, hou vast. Let op. Die gaat zo erin. Oh, dat kan niet. Oh, ja, ik dacht, hallo, komt dit niet bij deze pomp? Nee. Oh. Dit is van een normale pomp. Dus dit gaat niet werken. Dit gaat wel werken, let maar op. Ja, als we nou dit nu doen, hè. Ik heb een plan. Let op. Hey, kijk eens. Ja, gaat. Hij doet zo'n beetje, oké. Okay. Ik kwam op het geniaal idee om dit vast te tapen eraan. En dan gaat dit iets sneller en hij is al een klein beetje opgepompt. Dus we gaan door naar ronde 2. En hij werkt. Hij blaast op. Super nice. Wow, hij is bijna klaar. Kijk hoe groot hij is. Hey, sick man. Hoor je mij wel? Nee. Wat zeg je? Wat? Nice, oké. Okay. Dit is dus wel, kijk, Rutgers 1, hoeveel? 1,85. Lars is 1,34. Precies. Maar dan wel je benen alleen. Dus ja, dit is echt wel sick. Deze moet er straks in. En dan kunnen we hem ergens neerleggen. Oké, Rutger. Klaar voor! Hup, vogeltruc. Oh. Kijk, dit is hem. Wacht even hoor. Oké, we doen een spelletje. En daarvoor beginnen we met de bal in het midden en jullie allebei aan één kant. Ja, we hebben overheen komt. Nee, kijk. Ja, dat gaan we proberen. Hier. Wat een guy. Jij op die lijn daar helemaal, nee helemaal op de witte. Lars helemaal op die witte. De bal in het midden. En omdat we 1,5 meter afstand moeten houden, wat deze bal meer dan is, gaan we tegelijk tegen de bal aan met ons schouder. Ik ga aftellen en kijken wie het hardste valt. Oké, zijn jullie er klaar voor? 3. Als ik go zeg, hè. Alleen go. 45, 76, 22. Hoe gaat het? Start. Oh nee, die deden we niet. Go! Ja, hij is 3,80 meter, gast. Ja, dan moeten wij het eigenlijk doen. Ja, wij moeten het eigenlijk doen. Oké, Lars, wij gaan het doen. Oké, 3, 2, 1, go! Het was omdat ik eerder dan hem was. Oké, zijn jullie klaar voor? Start! Oké, opnieuw. Wij go. Oké, wij go. Go, Rutger! Oké, 3. Opletten. 2. 1, go! Wat deed jij? Ze gingen allebei, vlogen jullie weg. Ja, ik best wel weg. Ja, ik ook. Gast, ik heb een goed plan. Blijf staan, op het moment dat ik spring, doe jij dit. En dan word je echt gewoon weggeduwd. Oké, wat een zieke bal, gast. Dat is eigenlijk. Het ziet er echt zo mooi uit, hè. Nee, kijk, nee. Wat het idee is, de bal staat hier, Lars rent aan, Lars duwt mij en op het moment dat hij de bal duwt, spring ik omhoog en dan vlieg ik zo de foamput in. En dan misschien kan je wel een frontflip doen, nee, denk backflip, ik. Nee, backflip juist, die gaat toch door je rug? Oh, gainer soort van. Ja. Ja, kan ook. Succes, Mees. Ja. Lars, ben je klaar? Gast, doe dit alsjeblieft thuis niet na, maar laat wel even een like achter en vergeet niet te abonneren. Rutger, misschien zijn je ook niet 100% veilig. Nee, Mees. Ready? Nee. Spring! Oh.
Oh, allebei mijn armen bleven hier achter hangen, waardoor ik helemaal zo overstrekt in mijn schouders. Het werkt, ja. Ging wel goed, hè? Heel goed, hè? Lars, je hebt goed geduwd. Nu is de beurt aan Rutger. Ben heel benieuwd. Let's go, hoog springen, hè? Ja. Ready? Ja. Spring! Ja, hij sprong niet, net niet hoog genoeg en net niet vroeg genoeg. Ik ga eens een keer springen en jullie duwen. Oké, is goed. Kom maar. Ik duw Lars. En spring! Oh! Nee, dat kan inderdaad. Ja, je kwam best ver. Die bal ging onder mij, daar kan je geen flip meer doen. Ik ga erop springen, proberen erop te landen, nieuwsjes hoe, en dan gewoon door te... Oh, misschien sideflip. Dus zo'n sideflip erin doet, en sideflip eruit. Ja, let's go. Voel je de hel drinken? Ja, dat kan. Oké. Moet je een beetje tegenhouden. Ja. Hij liet een scheet. Oké, laat ik dat ook nog even één keer proberen. Het is jouw beurt, ik ben benieuwd. Gaat het rest goed? Oké. Ja, kan. Die kan je doorgooien. Oké, we gaan doen wie hem als eerste kan doorgooien. Wat is groter, deze bal of je carrière? Nou, mijn carrière is jou aan het groeien hoor. Die is al een stuk groter. Die is nog groter dan de bal. Zo, dat is helemaal goed. Wow. Hebben jullie ooit, zeg maar, dit gezien? Een koprol op blokken. Dat is heel raar. Want dan blijf je er wel een soort van opdrijven. Zie je? Ja, thanks hoor. Maar deze niet geïnfo. Oké. Okay. Wil jij dit ook leren? Abonneer dan op Team Tentum. Oké, go! Hey. Ik viel er ook bijna in. Maar ja, dat was wel. Ja, maar ja. Dat meen je niet! Huh? Gast! Ik ben serieus, dit is een geluksblok. Deze neem ik mee naar huis. Sorry. Ja, dat doe ik echt. Dat las op. Ik heb het niet gemaakt, hè. Laat het weten in de comments als jij dit was. Ik heb een nieuwe kant van het leven gevonden en dat is muziek. Oké. Ik kan het al een beetje. Yes, let's go. Nu is Rutger aan de beurt. Laat even weten of je Mees vaker in zijn onderbroek wil zien. Want ik denk dat er mensen zijn die dat leuk vinden. Het is Rutgers beurt. You ready? Komt ie aan. Vraag eens of Rutger het ook kan. Niet de vraag. Tuurlijk, tuurlijk. Ja, oké. Ik zag het niet naaien. Hey! Hij was wel gewoon een beetje dubbelzijd. Nee. Ja. Ik gebruik dat blok echt ziek hard, jongen. Ja, maar je was verder gekomen als je het ding had gebruikt. Dan stuiter je nog zo'n klein beetje omhoog. Oh shit, sick Lars. De microfoon is uitgevallen, dus het kan zijn dat het geluid nu ietsje slechter is. Maar volgens mij is het geluid nog steeds prima goed. We gaan door naar oefening DOS. Het idee is namelijk dat we hier de bal gaan ingraven. Dus we gaan even alle blokken weghalen. Doen we de bal hierin en dan gaan we kijken of we vanaf de grond in de bal kunnen springen. En dan flipjes de blokken pakken. Ja, en als dat goed gaat, bouwen we hem hierin. Springen vanaf die trampoline erin en dan doen we triple... Ball out, als je Lars heet. Nou, Rutger, doe eens even een testsprong. Oké, even kijken. Ja, nou. Ja, hij blijft nog niet helemaal liggen. Helemaal liggen. Dus we moeten eigenlijk hier wat dingen omheen zetten. Ja, precies. Goed, ik zal het ook even voor POV aan jullie laten zien hoe het eruit ziet. Dit krijg je dan. Oh, dit gaat daar nog best wel soepel. Het heeft even wat tijd gekost, maar hij staat nu best wel stabiel. We hebben hem helemaal ingegraafd tot de bodem. En Mees, aan jou de eer om het eerste flipje te doen. Let's go. Oeh, hij kan zomaar verschuiven. Ja, dat is het enge. Dat is het enge. Je moet echt heel lang wachten voordat je iets inzet. Lars, succes. Ik kan niet kapot gaan, hè? Nee. Door mij, big body. Eén ding wat sowieso wel kan, wat we allemaal wel kunnen inzetten, is een dubbelbekker vanaf, standing. Maar de vraag is of we ook sikke tricks eraf kunnen doen als we inspringen. Dus een flippers, dubbel side, dubbel front, noem maar op. Rutger gaat nu voor de eerste keer. Het ziet er wel gewoon leuk uit, dat wel. Maar... Dat wel, ja, het ziet er mooi uit. Ja, we hebben echt het best gedaan, maar of het echt springt, gaan we niet achterkomen. Nou, je deed toch wel een Rudy. Rudy. Ik ga langer wachten met een side flip en kijken of ik hoger kom.
Dus ik moet echt erin. En dan... Oeh. Wat ik al wel heb gezien, is dat je misschien beter zo kan springen. Oh ja. En dan een trick kan doen. Hop. Dit is best wel moeilijk. Wow! Ik weet, de bal gaat alle kanten op. Okay. Nou, ik kan op zich wel dubbel vond. Sick, hé? Ja. Dat is de tip van Lars. Ik denk dat Lars gelijk heeft. Oh, Lars heeft wel gelijk dat je echt heel makkelijk alle kanten op kan. Woe! Maar ja, bij gekke ideeën horen ook gekke tricks. En bij gekke tricks horen ook wel eens fails. We gaan gewoon kijken hoe het gaat. Ik kom net... Hoi, dit is goed. Gaat het? Hey, gaat het lekker? Ik kom net niet hoger. Ik moet even één tikkeltje hoger. En... Nee, ja. Ah, net een wild hoekje. Ah. Ah, ik zag hem. Jammer. Voor Narnia. En voor Aslan. Hey. Sick. Hey. Hij is al helemaal weg. Hey. Oh, daar is hij. Dit is echt wel lastig, maar we gaan ervoor. Ik ben benieuwd wat de trick gaat worden. Dat was een dubbel voeltje. Hey. Nice. Mees en zijn favoriete trick. Ik moet mezelf wel even een beetje... redeemen voor de vorige keer, want de vorige keer toen gingen we naar buiten en toen heb ik hem niet gedaan en bijna iedereen wel. Maar ik denk het verschil was wel, die was wat iets harder opgeblazen dan deze. Klopt. Maar hier kan moet ook zeker op kunnen. Ik heb een plan. Wat is het plan? Wat is het plan van Lars? Ik ga hier zitten. Ja. Ik hield zo tegen. Oh, wat? Hij gaat ver naar achteren. Wat? Ja. Ik dacht ik ga dit sowieso doen. Oké, je hebt een kleine challenge voor Mees en ik. Trouwens, Lars, jij kan ook prima meedoen. Sidefit vanaf hier, in de bal, naar sidefit eruit. Hey! Wow, nice. Gast, dat was best wel leuk. Ja, die, was, die ging ook wel goed. Sidefit naar backflip. Ja, ik kan easy dubbel uit. Ja, hè? Oh, dat zou sick zijn, gast. Side naar dub side. Dat is wel nice. Ik kan nog even proberen. Nou, oké, omdat jij het bent. En side erin. Oh, je gaat wel echt ver naar achter. Ja. Als ik voel dat ik goed uit de bal kom, gaan we voor dubbel. Nee, ik kan heel te veel te ver. Veel te ver. Nu heb ik een poging. Ja. Woep. Kijk, ik hoop dat het lukt, Mees. Nee. Zelfde, hè? Ja, hetzelfde. Ik kwam ja. Te ver. Ah! Kak! Oh, Mees. Hey, maar dat kan wel dus. Nee! Ik kan dit, wat is dit? Nu ga ik hem doen. Het is gewoon dat ik er perfect op moet landen in het midden, dan kan die. Alleen ik ben bang dat als ik te kort inzet, dat ik dan terug ga. Daar ben ik alleen bang voor. Hey! Hey! Wel ingezet, wel op je hoofd. Lekker. Nice, die was echt perfect. Die was perfect, lekker. Niemand heeft dubbel back gedaan. Dat kan niet. Ja, easy, sick. Het is best wel makkelijk ook, als ik het kan. Ja. Oké, Mees. Dus vanaf echt het midden, huk it, tuk it, pull it. Ja, hey. Lekker hoor. Ja, jongens. Toch nog een beetje geluk wat we in gedachten hadden. Ja, zie je? Ja, nee, dat is top. Nu gaan we deze bal weghalen, want we hebben sicke tricks erop gedaan. Uiteindelijk nog, best wel sicke dingen, hè jongens? Ja, zeker. Maar... het was niet hoe we het hadden verwacht. Bij de 6000 likes gaan we nog harder oppompen. En dan gaan we nog een keer nog sicker trekken deze bal doen. Ja, maar dan wel in het zand. Dit gat moet weer gedicht worden. En dan gaan we nog even vanaf deze trampoline naar de mat. Even wat sicker tricks doen om de video toch nog lijp af te sluiten. Terwijl Lars ondertussen aan het spelen is met de grote bal. Gaan wij even een challenge tegen elkaar doen, Rutger. Vertel. We gaan allebei een flippers doen. Daarna gaan we Chucky doen. Ja, dus jij begint met Chucky. Ik begin met flippers. Oké, is goed. Ja. Let's go. Oh, dat was niet geland. Nee, ik raakte mijn handje de mat. En... Pa. Yes. Oeh. Okay. You got this, gast. Ja. Nice, lekker, gast. Oké, als Rutger deze niet had geland, dan had ik nog best wel een kans gehad. Maar nu ben ik redelijk bang. Holy shit, deze... Gast, ik weet dat je het eng vindt. Je kan het, gast. Ja, maar ik weet niet of ik hem kan landen. Dat is het probleem. Let's go, you got this. En... Yes! Woo! Lekker,
gast. Oh, ik was zo lekker. Oh, oké, dat is echt heel lang geleden dat ik dat weer heb gedaan. En hij ging best goed. Ik weet niet hoe hij eruit zag. Ja, goed ook. Was netjes. Ik ga even wel gewonnen, maar je mag je flippers gooien. Yes. Oh. En Lars had beloofd een flippers full als ik mijn Chucky deed. Oh, sick. Holy shit, die landde hier bijna, gast. Nice, bro. Woo. Oh, chill. Trampoline misschien? Ja, ik wil hem dus thuis doen eigenlijk. Dus ja, maar ik zou hem eerder hier doen. Nee, ik vind thuis fijner. Nee. Kijk. Je springt. Ja, gewoon redelijk hoog. Ja. En het leuke bij flippers is dat als je gewoon een rustige barani doet, dat je niet hoeft te haasten en eigenlijk nooit over kan trappen. Dus een snelle frontflip. Kijken. Maar dat kijken doe ik nog niet zo goed hoor. Ik doe het een beetje op gevoel nog. Ja, ik weet dat jij het kan. Ik wil best wel matjes schuiven. Oké, okay, is goed. Als jij een matje schuift, zet ik hem in. Dit is groot genoeg. Want ik zie jullie niet. Jongens, weet je wat? Ik doe gewoon voor jullie zonder matje. Als jullie wel allemaal even een blauw duimpje achterlaten. Let's go Rutger, je kan het. Oké. Okay. Ja. Lars doet hem eerst. Daarna doe ik hem. En daarna doet Rutger hem. Nice. Hoe doen jullie dat zo netjes? Oké. En Rutger, je kan niet achterblijven. Jij kan dit. Dan heb je weer een trick op de trampoline erbij. Oh, jongens. Iets hoger dan dat springen. Ik doe één keer hem af. Ja. Kijk, kijk. Die was al een beetje. Je frontflip moet je snel draaien. En je brani iets slomer. Maar nu draai je ze allebei op dezelfde snelheid. En je frontflip kan veel sneller. De eerste volgende moet zetten. Ja, die moet je keihard inzetten. De landing is nog een beetje eng. Dus deze trampoline is iets zachter dan die. Rutger gaat hem hierop proberen en Rutger gaat hem hierop landen. Dus lekker hoog springen, Rutger. Ja, dit is goede hoogte. Ja, go. You got this. Ja, ja. Yes! Lekker! En dan kan je geen high five geven. Nice! Ai! Oh, dit was lekker. Zo daar! Om het in te zetten is zo eng, want jij hebt zo gevoeld net met die Chucky. Ja. Yes! Okay. Sick, gast. Gaan we binnenkort ook thuis doen. Dus sick, gast. We hebben oprecht wel een lekkere training gehad. Zo. Lars heeft sikke dingetjes gedaan, Rutger heeft sikke dingetjes gedaan, ik heb sikke dingetjes gedaan. En we hadden gewoon een heel leuk idee, want die supergrote bal was super grappig. Ja, dat gaf wel een leuk effect. Als je dat nog een keer willen zien, hoeveel duizend likes? 6000. Heel goed, dus 6000 likes. 6000 likes. En dan nemen we nog een video op met die grote bal, alleen dan misschien in het zand. Maar voor nu was dit de video. Vonden jullie deze video leuk? Laten we zeker een duimpje omhoog achter. Yes, vergeet niet te abonneren op Team Tent en volg ons allemaal op Instagram. En dan zien we bij de volgende video. Later! Later.